allerverstandigste en dat wil ik dus al jaren en dat moet je gewoon doen. Een bootje op zolder. Een bootje op zolder, klaar. Misschien leuk om een bootje. Een luik en een vaaie wachtje tot het water, ja het water. Zolang je zelf op zolder droog zit is er niks aan de hand, maar als het water hoger komt, vaar je zo met dat bootje. Dat luik uit wat je daar dan gemaakt hebt. Ja, en dan kom je in een kolkende stroom terecht. Wat denk je dan dat je uitkomt? Naar de kerktoren toe zou ik varen. En daar aanleggen. Ja, want ik had wel gezien op die oude foto's dat de mensen die hun huis ondergestroomd waren in 1916, overgestroomd waren hier in 1916, ja. Die konden onderdak krijgen daar in de kerk achter je. Die ja. Ligt denk ik ook wat hoger. Ja, ja, ja. Dus dan zag je ook allemaal stapels matrassen liggen en zo. Dus ik dacht al van nou, misschien kunnen we naar de kerk vluchten. Zouden er nu nog steeds matrassen liggen? Nee. Het zou wel verstandig zijn. Ja, die kunnen we er naartoe brengen dan, toch? Ja. Ja, maar toch is het allemaal wel een beetje... behelpen. Nee, je moet er echt serieus rekening mee maken, hè. Dus ja. Je moet niet een raam in moeten slaan. Je moet gewoon een raam open kunnen waar je dan zo uitvaart. Je moet eigenlijk al gewoon nu een bootje aan de gevel hangen. Ja, dat of op het dak zetten. Aan een touw. Wat stel je voor dat het water maar tot 3 meter hoog komt. Ja. Dan heb je een boot op zolder en dan moet je nog een aantal meters naar beneden vallen. Ja, nee, dan zit je toch droog, dan is er toch niks aan de hand. Dan roep je toch gewoon naar het raam. Oeh. En dan ja, maar iedereen roept hoehoe. Ja, dan mag de rest af. Om je belt hebben de politie. Nou, die politie weet ondertussen wel wat er aan de hand is, denk ik. Nou, we hebben in New Orleans hebben we gezien dat de politie gewoon het af laat weten. Ja, dat is waar. Je moet gewoon voor jezelf kunnen zorgen. Ik heb er ook niet zo'n geloof in, hoor. Maar nee, je moet, op de politie hoef je niet te vertrouwen. Maar, en de weerberichten. Bij New Orleans zagen ze het ook aankomen. Ja. Dus dan moet je gewoon wegwezen. Spullen naar boven. Niks, niet spullen, gewoon instappen, wegwezen. Ja, de auto in. Ja, en dan naar Amersfoort. Nee, auto in. Familie in het oosten. En dat hebben we bij Houston gezien, dan ontstaan er files. Ja, daar ben ik ook. Eigenlijk moet je dan voor die tijd op verhuizen. Ja. Dat is het beste.